Leslie Artis, ex-kapitein van Redi Doti en gewezen assembleelid van de NDP, is na een kortstondig ziekbed gisteren overleden. Hij is ook voorzitter geweest van de vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. Artis is 45 jaar oud geworden. Zijn heengaan is bij velen als een schok aangekomen. Als kapitein heeft Artis een grote bijdrage geleverd in de ontwikkeling van de ananasteelt in zijn dorp. Ook heeft hij zich ingezet voor de erkenning van inheemse rechten in Suriname. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. ATV condoleert de nabestaanden en wens hen heel veel sterkte toe.